alles werkt in een keten. Hè. Het gaat nu over information security officers die dat in de gaten moeten houden. Je hebt informatie binnen een organisatie naar buiten en die acteren met elkaar. Dus waar je voor moet zorgen is dat je eigen informatie veilig bewaard blijft, dat niemand het kan manipuleren en een ander product van kan maken. Datgene wat je aflevert moet wel datgene zijn wat je verzonden hebt. Vaak hoor je verhalen over nepnieuws, hè, dat er een bedrijf zogenaamd failliet zou zijn of dat er een politicus iets fout heeft gedaan. Dat zet dan weer automatisch andere kranten aan denken. En als dat uit jouw organisatie komt omdat je niet goed opgelet hebt, dan ben jij degene die aangewezen wordt als de initiator daarvan. Dus je wil zeker stellen dat dat niet gebeurt. De grootste risico's van uitvallen of verstoring liggen natuurlijk in technische vlak. Het kan een elektrisch probleem zijn, slechte backup elektriciteit. Het kan zijn dat je slechte reserves hebt gemaakt. Hè, dat je niet voortdurend upgrades maakt van datgene wat je doet in de reserve. Het kan ook zijn dat je het niet goed beveiligd hebt en dat iemand anders erbij kan, erin hackt en dan zo'n leuk beeld op je scherm laat verschijnen dat je voor een zeker bedrag je informatie weer terug kunt krijgen. Als het startpunt van een productieproces of het startpunt van een maakproces van informatie of boeken of onderwijs niet klopt, dan klopt er uiteindelijk niks meer. Nou, een van de belangrijkste uitdagingen om voor een organisatie om die impact daarvan te verkleinen, is dat je ervoor zorg draagt dat je een veilige omgeving maakt. Hè? Dus dat je zorgt dat je niet door allerlei soorten virussen kan worden beïnvloed. Dat is op het laagste niveau, maar het hoogste niveau is het belangrijkste. De raden van bestuur die zijn wel geneigd als er iets niet goed gaat in de IT om wat te veranderen of iets nieuws te kopen. Terwijl het eigenlijk al lang zo is dat IT een integraal deel moet zijn van je bedrijfsvoering. Dus eigenlijk moet je IT altijd terugvinden in je tactische, korte termijn, maar ook strategische, lange termijn plannen terugvinden. Anders dan word je toch verrast door een verstoring van je productieproces. Dus samenvattend, raden van bestuur moeten leren om IT een integraal gedeelte te laten zijn van de bedrijfsvoering. En op tactisch niveau ervoor zorgen dat je natuurlijk wel steeds de juiste mensen, de juiste krachten, de juiste spullen inzet om dat zo veilig mogelijk te houden.